Je wilt weer gaan werken of veranderen van baan. Maar waar begin je dan? Voor deze vragen is er in de FASEM de Ontdek je werkplek georganiseerd. Een evenement waar al deze vragen beantwoord kunnen worden. Er zijn vele adviseurs en vakambassadeurs aanwezig die mensen op weg kunnen helpen met hun werkwensen. Wij houden hier de Ontdek je werkplekmarkt. En die is er voor mensen die werk zoeken of ander werk zoeken, die soms ander werk hebben, maar iets anders willen of werkzoekend zijn. Ze mogen een gesprek aangaan met vakambassadeurs. Ze kunnen natuurlijk met die scholingsinstituten praten. Maar er lopen ook een heleboel loopbaancoaches rond van het RMT in Nijmegen. En daar kunnen ze ook vragen aan stellen en eventueel ook afspraken maken. Als ze zeggen van, goh, ik wil nog wel wat verdiepende vragen of ik wil wat meer loopbaancoaching, daar kunnen ze ook naar vragen. Ja. Ik ben van Jij gaat het maken en Gelders Vakmanschap. En wij zorgen dat mensen weer de bouw en de infra en de techniekwereld ingaan. Dus ja, als iemand zijn stromer is of hij denkt van, nou, ik heb twee rechte handen, kom met mij praten en ik ga regelen dat hij of een opleiding krijgt of een bouwbedrijf zoekt en weer richting de bouw en de infra gaat. Francis, haar eerdere ervaringen hebben haar geïnspireerd om dit evenement te organiseren. Ik ben sinds anderhalf jaar verbindingsmakelaar bij de FNV, de vakbond. En als vakbeweging zitten wij samen met CNV in de RMT's, in de regionale mobiliteitsteams. En mijn rol als verbindingsmakelaar is contact zoeken met de sectoren. Want daar zitten alle mensen die een vak uitoefenen. Je moet dan denken aan de sector bouw, de sector zorg en welzijn. Daar zitten bestuurders die namens onze cao's doen, maar dat is natuurlijk totaal niet interessant voor werkzoekenden. En in de RMT's, de regionale mobiliteitsteams, daar zijn werkzoekenden. Dus ik ben een poos aan het zoeken geweest van wat hebben werkzoekenden nou aan alle kennis die wij als vakbeweging hebben van de werkvloer. En zo ben ik op het idee gekomen om vakambassadeurs uit te nodigen. Nou, ik vond het enthousiasme van de organisatoren groot. En ik heb het idee dat er veel mensen gaan komen. Dus ja, als er maar een paar mensen bij zitten die stap naar de techniek en de bouw willen maken, ja, dan is het voor mij al geslaagd.